Elio Brone, Studio De Wit, het zit erop. We zijn een beetje de weg gaan verkennen wie Elio Brone nu eigenlijk is en wat hij zoal gedaan heeft. En dan komt er een beeld naar voren van een bevlogen mens met passie. Waarvan ik nog steeds afvraag, van joh, hoe lang hou jij die bevlogenheid vol? Ja, ik hoop niet dat het een uitputtingsslag is. Ik denk dat in deze wereld echt behoefte is aan bevlogen mensen. Maar daarnaast zou ik ook niet anders kunnen. Ik heb ook wel iets van, als je ergens je over druk maakt, dan moet je daar ook wel echt iets zelf mee gaan doen. En dat is gelukkig altijd van huis uit ondersteund, mijn ouders. Maar Carlijn steunt me ook altijd. En ik weet dat ze heel veel nachtelijke... En Carlijn is jouw vriendin. Carlijn is mijn vriendin, ja. En 's nachts dat ik wakker lag. En dat zei ze, ga dan maar slapen. Want dan was ik weer bezig met iets in mijn hoofd en waar ik mee zat. En dat is op zich een heel slecht aspect van de bevlogenheid. Aan de andere kant, ja, weet je, het hoort er ook wel bij. Ja, je leeft op een boot. De administratie doe je bij papa en mama thuis. Ja. Je hebt een broer, die samen runnen jullie bootbedrijf, zal ik maar netjes zeggen. Ja. Bracione Brone. Italiaans klinkend, voor de luisteraars of de kijkers in dit geval, die niet weten, ja, half Italiaans. Juist. Papa komt uit Venetië. Ja. Nou, mama zo Hollands als het maar kan zijn, maar met het temperament van de Italiaanse. Absoluut. Heeft ook een beetje de positie binnen het gezin ook wel. La mamma, ja. Ja. Absoluut, ja. Echte la mamma. Die bevlogenheid die is eigenlijk met de paplepel ingegooid. Je bent veel op het water geweest, als kind zijnde al. Ja. En dan denk ik van ja, niet veel van die generatiegenoten, jouw leeftijd, zijn zo bevlogen bezig. Die zijn meer bezig met huisje, boompje, beestje en de rest moet het maar uitzoeken. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik heb natuurlijk veel te maken gehad nu laatst met natuurlijk politiek, de gemeenteraad. En dan zie ik ook gemeenteraadsleden die het naast hun werk gewoon nog al die fractievergaderingen, al die commissies en de gemeenteraad en het verdiepen in dossiers. Ja, maar die krijgen er wel voor betaald. Ja, maar... Jij werkt gewoon keihard. Ik bedoel, je doet dit en dat levert je echt niet direct iets op. Nee. En daarnaast breng je op zaterdag de post rond. En je bent gewoon keihard bezig. En dan, je bent een echte idealist. Ja, maar ja, idealist... Ik hoop wel praktisch, want aan idealen hebben we helemaal niks. We moeten er echt wat tastbaar aan hebben. Is dat echt zo? Nou, ik bedoel, een ideaal is goed. Maar je moet er wel wat mee doen. Je kunt het niet laten liggen van, nou, dit is mijn ideaal. Ik schrijf het op en klaar. Nee, dan begint het pas. Althans, in mijn optiek. Ja, dan begint het pas. En nu, maar jij bent al lange tijd bezig. Je hebt een netwerk opgebouwd met politici. Je hebt ook netwerk met, zeg maar, het leven in Dordrecht opgebouwd. Zodat je daar toch van ons kent ons toch tot dingen kan komen. Ja. Nu ben je actief in twee stichtingen. Hè? Althans, je bent twee stichtingen bezig geweest. Naast die rondvaarten en het hele project water als ambassadeur uitdragen. Als een ware ambassadeur, moet ik ook zeggen. Maar het gaat niet altijd over rozen, dat pad. Nee. Nee. Ja, want sommige dingen zijn niet geworden wat je had gedacht. Nee, aan de andere kant is er wel heel veel... dingen zijn wel opgepikt. Dus je hoeft niet alles altijd zelf te doen. Hè. Ik heb heel veel samengewerkt en je ziet dat dingen ook... Als je iets zegt wat kant nog wel raakt, dan gebeurt er ook niks mee. En andere dingen... die kan je niet zelf doen en dat zie je, dat heeft de overheid bijvoorbeeld goed opgepikt. Ik kan een signaal geven en ik hoop ook dat dat richting de jeugd en het gebruik bijvoorbeeld van de spuihaven gebeurt. Hè, dat je daar straks gewoon met een waterfietsje of kunt zwemmen. Dat je daar weer leven krijgt in dat water, want dat is een beetje het vergeten water van Dordt. Ja, je hebt het eigenlijk over de oude gracht die later gewoon, zeg maar, onderdeel was van de waterhuishouding van Dordrecht. Ja, precies, de spuihaven is op dit moment natuurlijk ook gewoon smerig, hè. Er is heel veel kroos. Maar dan moet jouw boot toch weg, want die ligt daar toch bij een element die de blokkade is. Die kan iets naar voren, maar het gaat niet zozeer om het weer openmaken van het water, maar gewoon het benutten zoals het nu is. Als je het hebt over bijvoorbeeld de grote hoeveelheid jongeren die ik de stad steeds meer, gelukkig steeds meer in zie trekken, denk van ja, dat is nou een plek voor de VVV. Als je daar gewoon een waterfiets verhuurt, een subje, dat je daar misschien een strandje hebt, dat zou leuk zijn. Dan gaat dat water ook weer bij de stad horen, want het is het drukste punt, hè, tussen de Achterom en de Jonenwitstraat.
daar komt zeg maar, de rest van Dordrecht het centrum in en ook de toeristen. Maak daar iets moois van. Maar behoud het ook zeg maar, zo beschut als het is, is in principe goed. Ja. Ja, een sluis maken van 20 miljoen euro voor een paar sloepjes, dat is niet maatschappelijk verantwoord. Nee. Terwijl mensen ook gewoon zo de plezier van kunnen hebben. Nee, maar goed, Dordrecht wordt op de schop genomen. De hele spuitboulevard die krijgt een ander aanzicht. Zou dit niet een onderdeel van het hele project kunnen zijn? Nou ja, ik denk sowieso dat dit kan je al veel eerder doen. Dat hoeft niet 5 jaar te wachten. Ik bedoel, vind een ondernemer die dat wil verhuren. Zorg ervoor dat de kroos, wat er is, in ieder geval teruggedrongen wordt. En ja, de mensen zijn er al, dus je hebt de loop al. Ja, en tot hoever kunnen ze dan varen? Ze kunnen of fietsen? Vanaf waterfietsen of suppen, dat kan vanaf de achterom. Want daar zit een dam in de Soetgensbrug, zeg maar. Dat is een dam. Daar zit alle infrastructuur voor heel de binnenstad, loopt daaronder door. Dus die kan je ook niet zomaar weghalen. Maar dan kun je helemaal tot aan de Torenstraat of de voormalige Noordersluis. Hè, bij de Riedijkshaven eigenlijk. Ja. En dan kun je weer terug. Nou, dan ben je goed een uurtje bezig hoor. Ja. En dan zou het leuk zijn als je ook nog onderweg even bij de Kleine Griek of bij Plexat of bij La Venezia kunt stoppen om wat eten te halen. En ja. Goed. Nou, ik heb het in de gaten. Jij bent voorlopig nog niet uitgebruist. Nee. En voorlopig blijf jij doorgaan. Mm-hmm. En, ja, ik hoop gewoon dat Dordrecht nog heel lang plezier van jouw initiatieven zal mogen hebben. En ik ben benieuwd of ik een keer op de waterfiets stap en ergens bij de Kleine Griek gaat aanleggen. En bedankt voor het gesprek. Dankjewel Ben, graag gedaan. Dankjewel.